De fondsen beschikbaar gesteld door de overheid om jeugdparticipatie te stimuleren zijn tot zover goed benut. Met deze financiering zijn verschillende projecten gerealiseerd die jongeren betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en hen meer invloed geven op beleid en besluitvorming. Zowel jeugdraadsleden als leden van het CARICOM Youth Ambassadors Program hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Arbeidsminister Stephen McAndrew zegt dat dit initiatief helpt om jeugdleiders te creëren die actief bijdragen aan de toekomst van hun land. En enkele van deze projecten waren bijvoorbeeld een suïcide workshop voor journalisten. En sommige van u waren ongetwijfeld daar aanwezig. Sportdag Kabalebo. Solarverlichting voor voetbalveld in Groningen. Dat noemde men ook Saramaka fase 1. Schoonmaakactiviteiten op Adjoni. Schoonmaakactiviteiten elders. Ik zie bijvoorbeeld ook dat er een middelen waren aangevraagd voor een Walk for Peace project. Sportdag Adjoni zie ik ook. Komawaina Benchmark project is ook gedaan. Duurzaam dromen, jeugd voor klimaatinnovatie, dat was ook een project. Verder ook renovatie van de schooltuin van de openbare school Rijsdijk. Dus zo zijn er een aantal kleine projectjes uitgevoerd door leden van de Jeugdraad Suriname of CARICOM ambassadeurs of SDG ambassadeurs. De fondsen zijn essentieel gebleken voor het versterken van jeugdparticipatie op alle niveaus. Met de toekomstige doelen om de stem van jongeren te versterken en hen betrokken te laten voelen in de samenleving, blijft het ministerie werken aan jeugdparticipatie.